Hoe kan je in SketchUp reflectie in glas krijgen zonder het te renderen? Hoi, ik ben Peter van SketchUp 3D en Masters in SketchUp. Dus hoe kunnen we nu zorgen dat het glas in dit huisje reflectie krijgt zonder het eigenlijk echt te gaan renderen? Wel, ik zal op het einde van deze video tonen hoe we dit huisje hebben getekend in eigenlijk maar een aantal klikken en in minder dan 2 minuten tijd. Maar hoe krijgen we nu reflectie in het glas? Wel, de ramen en de deuren hebben al reeds een glasmateriaal, maar hoe krijgen we daar nu reflectie? Wel, eerst en vooral gaan we moeten zorgen dat we het glasmateriaal hebben, dat al gebruikt wordt. En dat gaan we editeren. En dit is momenteel eigenlijk gewoon een kleur met transparantie. Opacity, doorzichtbaarheid. Maar wat ik ook kan doen, is daar een textuur in laden, welke eigenlijk de reflectie zal zijn. Nu, als je het zo ziet, denk je van, maar dat is niet de bedoeling. Dat is inderdaad niet. Dus ik ga even mijn textuur groter maken. En nu zie je al, ik zie al reflectie. Dat maakt het toch net iets levendig misschien. Alleen is het nog niet mooi gepositioneerd. Dus wat ik nu doe, is in een van de ramen gaan, rechtermuisklik op het vlakje van het glas, position. En dan zie ik dat ik eigenlijk mijn glas nog groter had moeten maken. Dus laten we dat ook doen. Dan moet ik eigenlijk zo positioneren. Met twee zonnen, een beetje raar, hè? Dus we gaan het nog iets groter moeten maken. Lager kunnen zetten, zodat we ongeveer zoiets krijgen. Dan moeten we een paar vlak zetten. Dus nu hebben we uiteindelijk dit stukje van het glas juist. Dus wat we eigenlijk moeten doen, is nu teruggaan en dan met ons pipetje dit glas selecteren. En dan eigenlijk in elke venster of glaspartij teruggaan. Om het materiaal daar toe te passen, om te zorgen dat het matcht, dat de foto die er uiteindelijk achter zit, eigenlijk correct wordt getoond over eigenlijk deze voorgevel. En dan zou je nog kunnen spelen met de transparent opacity, die je zegt, om al dan niet meer reflectie in de ramen of glaspartijen te krijgen. Nu, het is natuurlijk niet zo correct en juist als in render. Maar het kan een manier zijn om toch iets, een gegeven reflectie te hebben met erin in glas, bijvoorbeeld zonder het te doen. Benieuwd hoe we dit huisje in 2 minuten hebben kunnen tekenen? Wel, we werken zelf aan een plugin, SmartBuild, en die laat dat toe, dus super snel te doen. Wat heb ik nodig? Eigenlijk gewoon een vorm, een rectangle in dit geval, welke eigenlijk de fundering is. In onze tool SmartBuild. Waar ik dit vlak selecteer en dan zeg, ik wil daar een bepaald type muur op. In dit geval buitenmuur, spouw, isolatie, binnenmuur. En gaan we hier deze opbouw krijgen. Ik wil hier straks een dakje op. En dat is eigenlijk gewoon 1 klik en we hebben een dak. Wat heb ik nog nodig? Misschien muurtjes binnenin. Single wall. Eigenlijk gewoon, zoals je gewoon bent in SketchUp, gewoon een lijn tekenen. Maar dit worden direct muren. En dit is bijvoorbeeld de indeling van ons gebouw. En wat hebben we dan nodig? Wel, ik heb misschien een deur nodig. En misschien ook één. En dan moet je eentje om in elke ruimte te komen. En wat heb ik nog nodig? Zijn ramen. En in die andere gaan we bredere ramen zetten. 2,80 meter, dat lukken. Hier wel. Hier dus niet. 2 meter. Dan hier dan wel. Oké. En dus basis, very basic, hè. Maar nu nog wel, is mijn dak.
En wat ik het enige wat ik moet doen is mijn noplijn tekenen. En dit is dan het takje wat ik zou krijgen. Klaar? Oké, vrede. Beeld al. En kijk, boom. Hier hebben we eigenlijk het eenvoudige huisje. In een paar seconden eigenlijk tekent, inclusief het takje. En als ik een mooie snee zou snijden. Dan zou je ook zien dat we de perfecte muur en vloeropbouw en dakopbouw hebben. Dus dat terzijde wat we gaan met Spaarbeeld kunnen doen. Vond je dit een nuttige video? Graag een duimpje of een likeje. En kijk je deze video op LinkedIn, Facebook of Pinterest. Onder of boven deze video vind je een link naar ons YouTube kanaal. Abonneer je daar, klik op het belletje. En op die manier krijg je een melding wanneer onze dadelijk SketchUp-tip uitkomt. Tot in de volgende video.